Onderweg. Eindelijk weer een wasstraat. Ja, we hebben aantekeningen. Extra veel. Ik niet. Oh, trouwens. Ik had wel heel veel te vertellen, maar ben ik allemaal vergeten. Dat is goed. Welkom bij de beste content videoprogramma van Nederland. Want we spreken Nederlands. Onthoud dat goed, jongens. Dat wordt het. Trouwens, en daar wil ik eventjes mee beginnen. Als je de wasstraat tof vindt en je denkt dat andere mensen er ook iets aan hebben of vermaakt raken door onze warrige gepraat in een auto, zorg ervoor dat je het retweet, op Facebook zet, hoe heet het, op LinkedIn. Zeg dat je ons kijkt, want we hebben kijkers nodig. Oh ja. Meer kijkers. Oké. Okay. Zodat we meer bekendheid, dat meer mensen het goede woord van content krijgen te horen. Of in elk geval van alle entertaining onzin die wij uitkramen. Oké. Okay. Dus. Maar jij bent alles vergeten. Ja. Oh. Zal ik dan beginnen met een wat mild nieuwtje? Zou ik doen. Ik ben inmiddels lid van het bestuur van het Content Café. Kijk. Dat is leuk. Twee bestuursleden zitten ja. hier. Ja. Zeg maar, nog even. Ik ga mijn eigen Mercedes rijden. Ja. Laat rijden, sorry. Hoe heet het? Content Café, dat is een leuke groep mensen die met een passie voor contentstrategie. Dus nadenken over hoe je tekst en plaatjes en video en weet ik al niet meer kan gebruiken om een boodschap bij de consument te krijgen. Of bij de kijker eigenlijk. En hoe je dat op de beste manier kan doen. En vaak ook heeft dat te maken met de tone of voice van teksten, maar ook hoe je bijvoorbeeld geld kan verdienen met content. Dus, en dat doe ik met Bas, Xander, Ilse en ik ben dan de vierde. Leuk, ja, nou, heel mooi. Ja, heel goed dat je ertussen zit. Ja, ja wel, ik denk dat ik ook iets kan bijdragen. Ja, dat lijkt mij ook terecht dat je daar zit. Dus. Ja, toch? Ja, zeker. Ik vind het ook hartstikke leuk. En die meetings die zijn ook heel erg interessant, want dan zie je allemaal mensen die... Maar het Content Café doet alleen meetings? Of? Ja. Oké. Okay. Op dit moment zijn het alleen maar meetings, dus... Het is geen groter doel. Vier keer in het jaar. Het doel is wel mensen met elkaar in aanraking brengen. Het is niet zoals Frontiers, wat tot doel heeft de professionalisering van het vak front-end developer in Nederland? Nog niet. Oké. Okay. Ik denk dat het manifest waarschijnlijk vanzelf gaat vormen als we elkaar vaker zien. En dat er ook nevenactiviteiten komen. Maar op dit moment, zeg maar, we zijn allemaal drukwerkende mensen, dus het zit er nog niet helemaal in. Nee. Maar hoe we dit samenkomen, dat is het half van de helft van het werk. Sowieso, je spreekt elkaar. Idee, ja, absoluut. En elkaar een beetje... Ja, inspireren met allemaal rare dingen. Ja. Presentaties en dat soort dingen. Ik was laatst een hele goede frontiersbijeenkomst bij Q42. Misschien wel het beste nerdbedrijf van Nederland. Ja, dat zou het wel zijn. Ja. 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 Verzameling van topnerds in Nederland is dat. En die hebben bijvoorbeeld de site van het Rijksmuseum gemaakt. Ik denk echt een van de allerbeste sites, misschien wel ooit. Oké, dat is nogal wat. Wat ik daar zo mooi aan vind, is dat het Rijksmuseum heeft gewoon echt begrepen. Wat die hebben gezegd is, wat musea eigenlijk allemaal doen. Mm-hmm. Als je kijkt naar op dit moment, dan bieden ze kleine fotootjes aan van hun kunst. Oh ja. En dan denken ze, ja, nee... Als we grote foto's aanbieden, dan komen mensen niet. Of ze bieden alleen maar een selectie aan van hun kunst. Terwijl ze hele, weet je, ze hebben hele warenhuizen vol staan met allemaal kunst die niemand ooit te zien krijgt. Nee, dat is zonde, hè? En wat het Rijksmuseum heeft gedaan, die heeft al 125.000 hoge resolutiefoto's van hun kunst online gezet. Wat? Dat is wel fantastisch. 125.000. En dan kan je helemaal op inzoomen. Het werkt een beetje zoals Google Maps, weet je, dat je ook zo kunt inzoomen. Ja. Werkt fantastisch, prachtig.
En dan kan je ook nog, dat hebben ze bedacht, als je dan, dan kan je verzamelingen maken van kunstwerken. Dus je hebt nu allemaal mensen die verzamelingen diertjes hebben. Dus je kan inzoomen op schilderijen en dan... Hey. Maar dan kan je een soort van Pinterest van, ja. Van het Rijksmuseum kan je maken. Ja. Oh, wat leuk joh. Fantastische site. Prachtig vormgegeven ook. Het is een Nederlandse site. Ja. Maar van absoluut wereldtopniveau op het gebied van content. En ook, vind ik eerlijk gezegd, ook van, op het gebied van design. Maar ook door en door begrijpen hoe het web werkt. Dat je dingen kan delen. Dat eigendom, dat je er anders mee om moet gaan. Dat eigendom eigenlijk waardevoller wordt als je deelt. Echt fantastisch. Echt. Ja, ja. Veel... Ja, gewoon een museum dat het begrijpt en uitgevoerd door partijen die het ook snappen. Echt heel erg goed. Wauw, wat goed zeg. Ja. Ik ken geloof ik mensen bij het Rijksmuseum. Oké. Okay. Dat is wel grappig. Ja. Ik heb hem eerlijk gezegd nog niet gezien. Ik moet nu kijken. Ja, moet jij gaan doen. Ja. Fantastische site. En Q42, hè? Ja, maar wat heb ik daar een keertje gesolliciteerd. Is dat zo? Ja, toen ik nog nerd was. Kijk. Toen ik een ander soort nerd was. Sorry. Ja, het is... Volgens mij was de afstand te groot. Want ze zitten in Den Haag, geloof ik. Ja, ze hebben nu ook een vestiging in Amsterdam. Ja. Oh, echt waar? Ja. Nou, er is nog hoop. Groeiend, erg goed bedrijf. Ja. Nee, dat is zeker tof. We worden het musea, dat is verrassend onderbelichte content-eigenaar. Hè? Ik bedoel, als je het dan hebt over archieven, hè, waar we voor in Bastra 22 over hadden. Ja. Ja, dat is... overigens, het is 2013, hè? Welkom in het nieuwe jaar. Maar daar maken ze dus, ze leven daar van archieven. Dat is een baan. Ja. En dus ik vind dat fascinerend hoe zij dan daar, ik weet niet, iets moois van kunnen maken door gewoon mensen de keuze te geven. En normaal is een curator of zo die zegt van, nou deze horen bij elkaar en dat zijn de populairste dingen. Maar als je kijkt naar museumwebsites, wat zo slecht is aan al die museumwebsites vind ik, is dat ze bijna stuk voor stuk kunstwerkjes zijn. Dus dan denken de ontwerpers, oh, ik ga voor een museum werken. Ja, en wat doen ze dan? Precies. Oh, een museum, dat is kunst, dus dan moet de website eruit zien als kunst. Dus het zijn allemaal onbruikbare, verschrikkelijke... Ja, het zou meer als een bibliotheek moeten werken, precies. In plaats van een experience. Ja. Dat is wel grappig, want in... God, hoe heet dat? Ik ben ook wel eens in het Scheepvaartmuseum geweest. Kennen we hier mensen? Ja. Oh. Waar gaan wij naartoe? Dit is apart. We rijden nu een loods in. Met een beer in een kooi. Met een... Wat de hel? Er gaat iemand... Oh, dit is vreemd. Er is iemand een... Wat is dat voor een dier? Een of andere klein beertje aan het... Een beer. Aan het bewerken met een kettingzaag. En de... En een Mercedes wordt gepunt last? Ja. Wat? Ik wist even niet wat is dit? Dit is mijn goede vriend Maarten. Met zijn bedrijf De Man met de Hamer. Ja. Er moest even wat sluikreclame gepleegd worden. Ja, nee, hij zei, ja, jullie gaan allemaal naar die wasstraat. Ja. Kom dan gewoon eens hier, dan gaan wij die auto van je wel even wassen. Oh, wat goed zeg. Maar... Dit is heel super. Zo. Jongens, nou, ik ben helemaal van mijn apropos. Ja, nou, dat was dus door de wasstraat. En bedankt. Gaan we nog naar de wasstraat? Nee. Oké. Okay. Nou, laten we dan op zijn minst even feedback doen. Want het, zeg maar, dat doen we meestal in de wasstraat. Ja. Vorige keren, en het spijt me heel erg, beste kijkers.
heb ik jullie niet bedankt? Of hebben we jullie niet bedankt? Zeggen we zelfs, was er eigenlijk, dat was de 22 met name, hebben mensen eigenlijk nog wel, hebben nog gecommuniceerd of hebben ze nog wat gezegd? En toen zeiden we, nou nee, het viel wel tegen eigenlijk, dat is niet zo. De volgende mensen. Nou ja, zeg. Geen, zijn we een radioprogramma geworden of zo? Ik heb een lijstje. Nee, maar wij waarderen voornamelijk heel erg als mensen ons retweeten en zeggen van dat het geweldig is. En een aantal mensen die doen dat gewoon elke keer. En dat trouwens, vind ik heel erg tof. Als je het kloten vindt, dan kan je dat ook gewoon zeggen. Oh ja, vooral zeggen. Ja, tof om te horen. Ja, als het kloten is. Maar ik heb inderdaad een lijstje. Jij kan het, ik hoef het niet allemaal te zeggen. Maar heel veel collega's, heel veel mensen die ons volgen. En het ook allemaal retweeten. Doe dat meer. We waarderen dat heel erg. En dat zorgt ervoor dat, dat we gewoon ook vaker bekeken worden. Nou, ik had wel een mooi compliment van iemand die zei dat de Wasstraat op dit moment de beste... Of zoiets, ja. Was nou de site is die het best omgaat met content. Ja, dat was Wes. Ja. Fantastisch. Ja, ja en ik krijg van de mensen van het Content Café. Ja. Dus daar kom je dan. Ja. En die zeggen van, oh man, ik ben een enorme fan. En ik zit dan net, ik heb dat nog nooit gehad. En zo, waar heb je in godesnaam over? Ja, de Wasstraat. Ik zeg zo, oh wat tof joh. Dat zijn dan allemaal echt kijkers. Een niche is het. Ja, het is een niche. Ja. Maar we hebben het over meer dan alleen maar content. We hebben het over zoveel andere onderwerpen. Ja, en het blijkt toch wel aan te slaan bij een heleboel mensen. Nou, erg, ik vind het blij. Dat is natuurlijk erg leuk. Ja, dat is heel erg leuk. En we bestaan bij de gratie van de kijkers. Ik bedoel, we doen het eigenlijk voor onszelf. We willen gewoon dit gesprek hebben. En willen gewoon af en toe een loods inrijden, zodat de Mercedes bewerkt wordt. Ik vind eerlijk gezegd, vind ik kijkers een grappige bijkomstigheid. En ik vind het leuk om feedback te krijgen. Kijk, maar dat is niet... Ik wil gewoon mijn mening geven. Dat is een beetje mijn probleem. Dus ik zeg altijd gekscherend dat we... Ik doe het niet voor de kijkers, dat is niet zo. Nee, maar sorry, ik doe het niet voor jou. Ik doe het ook niet voor specifieke kijkers. We zijn begonnen om gewoon een gesprek met elkaar te hebben over ons vakgebied. En dat is ook de kern. Maar ik vind het wel heel erg fijn dat mensen meekijken. En ik denk dat we ook invloed kunnen uitoefenen via deze weg. Wellicht wel. En eigenlijk een beetje ogen openen. Is Krijn Hoetmer die gaat dat caption script maken. Oh ja. Kunnen skippen naar... Ja. Heeft hij gezegd, nou dat is toch fantastisch. Dat is heel erg fijn. En dan krijgt Krijn de speciale credit van ons. Want hij had dat namelijk gedaan op de Frontier site. Ja. Waar hebben ze echt een complete transcript van verschillende video's. Ja. Van het congres. En dan kan je dus klikken op paragrafen en dan skip je naar dat stuk in de video. Zie dat fragment inderdaad. Ja, dat is echt fantastisch. Ja, dat is heel erg cool. Ja, dat moeten wij ook, inderdaad. Ja, nou, hij zit op dit moment volgens mij aan het bouwen. Dus. As we speak, hè? Yes. Ja. Nou, dat is wel heel erg tof. Maar misschien moeten we dat vaker doen. Hè? Als mensen zeggen van, nou, dat lijkt me wel leuk, maar waar doe ik het eigenlijk voor? Speciale credits. Je wordt genoemd bij de Wasstraat. Vijftallen mensen die elke keer de Wasstraat kijken en dan jouw naam horen. Maar dit is wel een heel lang meta-stukje aan het worden. Ja, sorry. We stoppen ermee. ik werk wel eens met designers die leuke ideeën uitwerken voor ons. Ja. En ik moet toch echt zeggen, de boot van het maken van designs voor meerdere platforms die ook daadwerkelijk interactief zijn, die is nog niet overal aangekomen. En ik vraag me toch echt af hoe dat komt. Hoe mensen nog steeds plaatjes maken. Mm-hmm. Hoe mensen nog steeds zeggen van, nou, er komt hier een vlakje en daar staat dan de video in of weet ik veel wat. En het daarbij laten. En niet zo van, oké, er komt op een gegeven moment ook een vette vinger die dat wil aanraken en daar een reactie verwacht of wat ook. En ik begrijp niet hoe dat nog niet is beklijfd bij de designers. Die, nou ja. Heb je het dan over visual designers of over interaction designers?
Of UX-mensen? Beide eigenlijk. Okay. Want ik merk dat interaction designers wonder wel ook meer over een structuur van een website nadenken dan over hoe een website voelt als je het aanraakt. Als je met je muis eroverheen gaat. Ja. Te veel dingen zijn nog onbenut. Omdat ze daar niet over nadenken. Ik denk dat er twee redenen zijn waarom dit zo is. De ene is dat we gewoon geen goede tooling hebben. Die dat triggert, zeg maar. Dat je erover na gaat denken. Geen tooling. Er zijn geen webdesign tools. Er zijn plaatjes maken tools. Er zijn tools om wireframes te maken. Maar er zijn geen tools om websites te ontwerpen. En alle tools die benaderen het web niet zoals het web is. En daardoor lukt het maar niet om goede websites te maken. Dus het probleem zit er eigenlijk in, doordat de tooling er niet is, begrijpen mensen niet hoe het web in elkaar zit. Bijvoorbeeld niet, of de tools die helpen mensen ook niet om dat web te begrijpen. Nee. Vroeger had je dat wel trouwens. Hè? Je had niet specifiek voor web, maar wel voor interactieve dingen. Had je dat ding van Macro Media, hoor, dat waar je Lingo in programmeerde. Director of iets dergelijks. Ja. Maar ik zag laatst ook iets wat Edge heette. Ja. Waar je animaties ook kan uit... Ja, maar dat is allemaal weer puur gebaseerd op animaties. En het is niet gebaseerd op hoe het web in elkaar zit. Nee, dat is zeker, ja. Het web is content. En die content krijgt iedereen te zien. Maar een heel belangrijke eigenschap van het web is dat je geen controle hebt over hoe de gebruiker jouw content gaat zien. Die controle heb je niet. En wat we proberen is die controle wel te krijgen. Tenminste, dat is wat de tools doen. Dus die bieden de valse hoop dat je controle hebt over hoe mensen jouw website krijgen te zien. Ja. Flash deed dat bijvoorbeeld. Flash, een van de selling points van Flash was, het ziet er overal hetzelfde uit. Precies, ja. En dat klopte als mensen maar Flash hadden geïnstalleerd. En een snel genoeg machine vaak ook. Maar als je nu kijkt bijvoorbeeld naar de content van de Wasstraat, wij hebben geen idee hoe mensen onze site zien. Nee. Aan de ene kant heb je RSS-readers, mensen die onze site via RSS bezoeken, onze content. Die krijgen onze hele vormgeving niet te zien. Nee. Die zien een heleboel items, zien ze bijvoorbeeld ook helemaal niet, die wel op de webpagina staan. Ja, zoals iTunes of weet ik wat, er zijn een heleboel andere tools daarvoor. En of op, hoe heet dat ding, Flipboard? Flipboard of gewoon een ouderwetse RSS-reader. En dat moet eigenlijk ook, hè? En dat is, dus de content is benaderbaar, maar de vormgeving, dat is een extraatje. Ja. Dat is dus een enhancement van de content voor degene die op de website komen. Maar dan is het, zelfs dan komen ze op de website, zelfs dan heb je nog gradaties in vormgeving. Geen enkele tool doet daar iets mee. Nee. Het maakt het makkelijker voor de designer om die gradaties vorm te geven. Het is allemaal gebaseerd op vooral Photoshop. Photoshop, neem een kadertje van zoveel bij zoveel en ga maar kleuren. Ja. Dat is wat Photoshop is, gewoon kleurplaatjes. Maar het is ook Photoshop en de fantasie van de designer van, oh wacht even, misschien wil ik het op de iPad er ook tof uit laten zien. Ja. En dat ze dan een specifieke iPad-versie maken of een tweak, zodat iPad ook tof is dat niet zo erg, maar de tools dwingen je om meteen te gaan kleuren, om meteen fancy te gaan doen, in plaats van de content vorm te geven. Ja. Dus het zijn geen content tools, het zijn kleurtools. Nee. Ja, en dat is waar ik ook op terugkom bij, als we dan over content hebben. Ik zie dan nog steeds een heleboel designers die zeggen van, oké, dan knallen we er even Lorem Ipsum in. Of nu, sinds ik het verboden heb dat mensen Lorem Ipsum gebruiken, dan knallen ze nu.nl erin. Ja. Dan denk ik van, god, en zo, jongens, begrijp nou. Wat mij betreft zet je de Lorem Ipsum in. Alleen het is belangrijk dat je weet wat dat stukje tekst doet. Ja. Wat straalt het uit? Is het een actie of is het een substukje? Wat ik dus denk is dat de tools die we hebben, die zijn niet geschikt. De tools zouden dat moeten ondersteunen. Als ik kijk Denk je dat het echt alles oplost dan? Nou, of in elk geval die gedachtegang, dat echt... Als een tool die gedachtegang ondersteunt en dat ook als een werkwijze doet. Dus als hij je dwingt om te beginnen bijvoorbeeld met het vormgeven van de typografie. In plaats van direct een formaat te kiezen en dat te gaan inkleuren. Nee,
ga eerst nou maar de typografie doen. En daar kan je dan bijvoorbeeld, want van de typografie kan je eenheden, witte ruimtes, layout, kan je allemaal daarop baseren. Ja. Dus je moet het omdraaien. Maar je kan het ook en met een methodiek. Tools kunnen daar dus in helpen. Tools kunnen daar dat proces logisch maken. En op dit moment is dat proces niet logisch. Nee. Nee, inderdaad. En je hebt het ook over het proces. En dat proberen wij als content consultant, wat dan op mijn kaartje staat, te doen om het proces ook al zodanig in te richten wat we dan met een klant doorlopen. Want ook het grappige is dat die designs die er gemaakt worden, wat ik doe als front-end developer, ik breng die lage design aan die er zijn. Dus ik zorg ervoor dat die op een klein schermpje doet, dat die op een groter scherm het doet. En ik begin ineens te bepalen wat het design doet bij verschillende schermgroottes, bij verschillende soorten apparaten, verschillende soorten browsers. Terwijl dat zou ik toch niet moeten doen. Nee, dat is vaak zelfs frustrerend voor een designer. Ja, maar die ziet er dan het uiteindelijke resultaat en die zegt van, dat is lelijk. Maar dat bedoelde ik helemaal niet. Ja, want een nerd heeft eraan gezeten, weet je. Ja. Dat is ook. En nu worden we gedwongen om samen te werken, wat moeizaam gaat. Ik merk dat dat echt een probleem is. Nerds en designers, op de een of andere manier hebben die moeite om elkaar te vinden, om echt samen te werken. Water en olie. Ja, soms lukt het wel. Hè. Soms heb je echt wel goede samenwerking. En dan zie je, dan krijg je fantastische resultaten. Ja. Maar je moet het echt Komt het daarvan. En ik denk dat een heleboel werk wat nu door een frontender wordt gedaan, dat ook door een tool gedaan kan worden. Dat wordt mij natuurlijk niet in dank afgenomen door frontenders. Maar ik heb het idee dat veel van ons werk, dat niet nodig is dat wij dat nog steeds met de hand typen. Volgens mij kan dat best wel. Er kan best wel vanuit een design komen. Vanuit een design tool komen. Als die design tool maar goed is. Ja, je bedoelt als die maar een goede code oplevert. En goed in elkaar zit. Als hij maar zich met content bezighoudt in plaats van met plaatjes. Ja. Nou, Adobe. Ja, hier van Adobe hier is je blauw, hier is je blauwdruk. Adobe oplichters. Vreselijk rot bedrijf, ongelooflijk. Ja, het gedraagt zich nogal arrogant. Nou, maar het is gewoon een monopolist. Ja. En die doen dan elke keer dus een klein featuretje in Photoshop. En dan zeggen ze, kijk eens, wat fantastisch. Iedereen gaat weer upgraden. Ik snap er niks van. Nee, inderdaad. Ja. Nee, het is voor een consument is het gewoon afschuwelijk. Nee, dit is. Ik had trouwens een soort van. Ik weet niet. Gebaarwording pas geleden toen ik televisie aan het kijken was. Ik kijk geen televisie. Ik ben een zogenaamde kabelknipper. Snel de domein registreren straks. Wat is dat? Kabelknipper is, of in Amerika heet het een cord cutter. En dat zijn mensen die niet meer via de kabel of via de satelliet televisie kijken. Eigenlijk dus ook geen mainstream televisie meer kijken, maar zeggen van, weet je wat, we nemen internet en we gaan kijken of we via het internet toffe content kunnen vinden. En ook kopen, als dat moet. Ja. Dus die kijken op Netflix en die kijken Hulu en weet ik van wat al niet meer. Ja, ja. Maar in essentie zijn ze dus zat. Ze zeggen van, ja, we krijgen een heleboel kanalen met allemaal content die we eigenlijk niet willen zien. Ja. En waarom betaal ik daarvoor? Ja, ja. En daar ben ik dus ook. Ik heb ook geen televisie thuis. En dat is vaak ter frustratie van de rond 6 uur zie je Twitter losbarsten met allemaal de wereld draait door opmerkingen en ding. Af en toe denk ik van, weet je, kijk even op uitzending gemist van wat dan die hype dan was. En dan denk ik van, oh god jongens, jullie, het heel schattig dat jullie dat kijken, maar god, wat een afleiding. Jullie kunnen die tijd, die kan je veel beter gebruiken. Ga spelen met je kinderen alsjeblieft. Nou ja. Ja, nee, kijk, het klinkt heel erg denigrerend. Maar er is zoveel meer mooie dingen op televisie. Ook heel veel entertainment. Op het web? Op het web, ja. Ja. Nou, of via andere middelen. En één ding wat dus dan opviel, was dat ik dus De Wereld Draait Door dus keek. En daar merkte ik dat een kopje die ik ook al in op een nu.nl zag, dat die gewoon letterlijk werd herhaald. En dat had ik ook, want 's ochtends luister ik af en toe dan nog wel radio. Ja. En daar hoorde ik het ook letterlijk. En dat zeggen we aan ANP-feeds zijn dat. Ja, ja.
maar... Dat is geen journalistiek. Nee, inderdaad. En daar, dat vond ik zo frappant. En het grappige is, John Stewart, dat is een Amerikaanse... comediant. Hè, ja. Die maakt televisie. En die doet dat ook met het nieuws. Ja. En die laat dan af en toe zien dat een boodschap dus door een heleboel politici wordt herhaald. Ja. Letterlijk. En vervolgens CNN pakt het op en ABC pakt het op. En allemaal herhalen ze letterlijk die boodschap. Ja. En dat is dan de meme van de dag of van de week of weet ik veel wat noemen ze dat dan. En dat is zo opvallend, want dat is het kenmerk dat je denkt van... Oké, hier is gewoon geen serieuze journalistiek aan de slag. Dus wat wij zien als klassieke journalistiek, dat wordt, vind ik... Het NOS-journaal dat stond bekend vroeger als iets waar je naar keek... om geïnformeerd te worden over belangrijke dingen in de wereld. Ja, dat was de standaard. Maar dat is nu ook gewoon een flut ding geworden. Als ik hoor wat voor dingen daar dan de revue passeren... dat is toch te gênant voor woorden. Ja. Hetzelfde geldt voor een heleboel kranten. Er zit nog wel kwaliteitscontent in... maar ik vind het opvallend hoeveel flutcontent er ook in zit. Ja. En dan wordt er door die kranten... en de oude media wordt heel denigrerend gedaan over dingen als bloggen... maar ik vind eerlijk gezegd heel veel... hele interessante informatie bij bloggers juist. Ja. Bij... Nou ja, de vrije gedachten vooral die ook op blogs ontstaan. Van, oké, dit is in het nieuws. Wat betekent dat nou eigenlijk? Ja. Zeg maar, of zelfs in twijfel trekken. Is dit wel waar? Is dit wel waardevol? Ja. En dat vind ik inderdaad... Bij blogs zie ik dat vaker. Maar... laten we eerlijk zijn, dat zijn vaak ook blogs die we zelf selecteren. Ja, natuurlijk. Dus maar goed, maar we beïnvloeden onszelf dus, ook. Er is dus heel erg veel van dat soort content. Ja. Want wij zitten ook maar in een niche, maar er zijn miljoenen niches. En die hebben allemaal weer hun blogs. Precies. Ja. En ik vind het vooral heel erg... Het belangrijkste vind ik dat... Dus ook de pers af en toe gewoon zo bizar lui is. En aantoonbaar lui. Ja, tuurlijk. En daarvan denk ik van... of er kunnen twee dingen aan de hand zijn. Of je bent lui, wat ik net zeg. Of je bent een programma aan het afdraaien. Dus iemand van deze en gene, een sponsor, noem eens wat... die tegen jou zegt van... hey, kan je dit bericht gewoon verbeteren, maar overnemen? We hebben het lekker voor je geschreven. We hebben zelfs een videootje voor gemaakt. Ook heel veel, en je hoeft alleen maar dat videootje uit te zenden... en zeggen dat dit is gebeurd. Ja. En dat gebeurt. Ja. En daar moeten we ons van bewust zijn, want dat beïnvloedt ons. Ja. En daarvan denk ik van, jongens... dan is het goed dat er kijk, af en toe wat onafhankelijke mee... Oh, ja. Boot, zie je dat? Wow. Zonder dat jullie het missen. Oh, trouwens, sorry dat er geen kant B is. De camera die is stuk. Oh, het is een statief in elk geval. Oh, of hebben we wel kant B? Ja, wel. Ja, een soort van. Maar wat ik... Waar ik nu mee bezig ben de laatste tijd... dat is de toekomst van ons vak. Daar ben ik over aan het nadenken. Oh. Doe ik dan twee redenen. De ene is dat ik bestuurslid ben van Frontiers. En een van de dingen waar ik me mee bezig wil houden... is de toekomst van Frontiers. Uh-huh. Vijf jaar geleden werd deze vereniging opgericht... met als doel professionalisering van ons vakgebied. Ja. En dat is gelukt. Ja, dat is een... Het vinkje is afgecheckt. Ja, dus de iedereen eerste is fase, laten we zeggen, dat is gewoon goed geworden. Het is, ligt niet... alleen maar natuurlijk aan Frontiers. Nee. Ook gewoon het web is volwassener geworden. Ja, we zien in dat er heel veel op de frontend gebeurt, dus dat het belangrijker wordt. Ja. Maar die fase is voorbij en nu zit ik te denken, nee, wat gebeurt er de volgende vijf jaar? Als je het frontend vergelijkt met vijf jaar geleden, is echt extreem veranderd. Maar ook het hele web is bizar veranderd. Ja, de zeker. En de andere reden waarom ik hierover aan het denken ben... is vanwege de Hogeschool van Amsterdam. Die heeft me gevraagd om hierover na te denken. Ja. Voor de CMD-opleidingen. En toen zat ik te bedenken... ja, nou, wat... Er komt nu een... iemand die gaat naar die opleiding. En die wil dan weten... wat kan ik dan over 4 jaar? Ja. Of over 5 jaar? En het antwoord daarop is eigenlijk...
Geen idee, want ik weet niet hoe het web eruit ziet, of het digitale landschap eruit ziet over 5 jaar. Nee, nog niet. Dat moeten zij eigenlijk bepalen. Oh. Maar moet je kijken naar 5 jaar geleden. Hadden we toen kunnen voorspellen hoe het er allemaal nu uitziet? 5 jaar geleden was IE 7 was de nieuwste Internet Explorer browser. Ja. Firefox had op Firefox 2 of zo, of nog niet eens, 1.5 of zoiets. Dat was echt bizar. Chrome bestond nog niet. Bestond niet. Nee, Safari, Safari bestond dat? Jawel, ja. Maar de iPhone was nog niet te koop in Nederland. Nee, precies, ja. Dat is, dat is onherkenbaar. Ja, want nu zitten we allemaal op onze iPhone. Dat is bijna de primaire browser. Androids en... Ja. Windows Phone tegenwoordig. Maar tablets. Tablets had niemand kunnen voorspellen dat het zo groot zou worden. Nee, absoluut. Het bestond er niet. Ook iPhone werd heel sceptisch ontvangen. Van, ik zei zelf erover dat het een vrouwentelefoon was, want ik vond hem te groot. tot plezier van je vrouw. Ja, die kreeg mijn iPhone inderdaad. Ja. Hé, maar dat is heel erg goed. Toevallig, ik ben ook gevraagd. Oké. Dus ik zie je dan. Oh, volgende week is dat. Ja. Op de hogeschool. Ja. Oh, wat leuk. Ja, zeker. Dus, maar dat triggert me inderdaad wel van, ja, hoe ga je daarmee om? Dus hoe ga je om met de onzekerheid van de toekomst eigenlijk? Kijk, dus die onzekerheid, dat is een gegeven. Ja. Dus ik kan, weet je, niet tegen iemand daar gaan zeggen van over 4 jaar... Of over 4 jaar ben je een goede CSS schrijver. Want misschien is CSS veel minder noodzakelijk tegen die tijd. Ja. Maar wat je wel kan zeggen is, we hebben over 5 jaar goede programmeurs nodig bijvoorbeeld. Ja, precies, dus je moet mensen leren programmeren. Ja. Welke taal, dat maakt niet uit. Als we maar goed kunnen programmeren. Maak die aantekening, jongens. En vaardig programmeurs hebben. Een ander ding is bijvoorbeeld vormgevers, die moeten... Dit is gewoon klassieke vormgeving bestaat. Er bestaan dingen als typografie, layout, grid systemen. Dat zijn gewoon allemaal dingen die kan je leren. Ja, het zijn standaard vinkjes die op je lijst moeten staan. Als je dat weet, dan ben je altijd wel safe. En dat zijn dingen die een school je kan bijbrengen, denk ik. Ja. Of moet bijbrengen. Dus, want die ga je niet meer leren later. Maar ook bijvoorbeeld nutteloze dingen zoals kunstgeschiedenis. Dat je stromingen begrijpt van hoe reageren dingen op andere dingen. Dat is super interessant. Dat ga je nooit meer doen als jij maar werkt. Dus er moet een kanon komen. Dat is eigenlijk wat je zegt. Een kanon van basiskennis en vaardigheden. Ja. Die je moet hebben als je op het web bezig is. Ben. Ja. Ja, ik denk dat er een aantal basisdingen zijn die weinig zullen veranderen. Die een beetje veranderen. Weet je wel, zoals klassieke typografie is heel erg op boeken gebaseerd. Dat moet vertaald worden naar het web. Dat is echt iets waar onderwijsinstellingen aan mee kunnen bijdragen. Ja. Die kunnen er onderzoek naar doen. Maar de grondwaarden die blijven, die zijn hetzelfde. Of die zijn waardevol. En natuurlijk zijn en je hebt, dat is de grondlaag van de basiskennis. Die waarschijnlijk de komende 20 jaar onveranderd blijft. Of misschien wel langer zelfs. Ja. En ik denk dat je dan nog een laag hebt natuurlijk. Want datgene dat juist wel verandert. Daar moet je ook mee omgaan. Ja, precies. Ja. Dus hoe ga je daar dan mee om? Nou ja, bijvoorbeeld. Een voorbeeld wat vorig jaar echt heel erg speelde. In ieder geval in de frontend wereld. Was hoe je om moet gaan met plaatjes. Op een responsive website. Dus een groot plaatje op een desktop site. Dat wil je natuurlijk niet naar een klein schermpje sturen, want dat is zonde van de bandbreedte. Ja. Nou, dat speelde heel erg vorig jaar. En dat zijn dingen waar je natuurlijk aan kunt aanhaken als onderwijsinstelling. En dan zit je dus bovenop de actualiteit. Ja. Dan kan je dus ook, die kinderen kan je kennis laten maken bijvoorbeeld met de mensen op wereldtopniveau die daarmee bezig zijn. Ja. Dat soort contacten kan je leggen van, zeggen van, kunnen we helpen, misschien kunnen we ondersteunen. En daar zitten die mensen natuurlijk echt wel op te wachten, dat is alleen maar leuk. Ja, precies, ja. Die hebben ook gewoon het programma van dingen moeten beter worden. Ja. Wat dat dan ook is, of het een vakgebied is of juist... Dus ik denk dat dat een... Dat is een heel goed idee, Vasilis. Ja. Ik denk dat we
Want toevallig, jij hebt het dan over fotografie en hoe ga je daar met frontend mee om. Ja. Maar dat is typisch nu ook een onderwerp wat bij content ook heel erg naar voren komt. Ja. Juist door die hele kneedbare interface hebben een heleboel contentmakers fotografie en video een beetje losgelaten. Ja. Beetje als ze van, ja, dat is leuk erbij. Ja. Maar het is zo moeilijk om te voorspellen hoe dat geconsumeerd gaat worden. Ja. Laten we daar maar wat zuiniger mee aandoen. Ja. En ik merk dat het nu weer juist een vlucht gaat nemen, omdat mensen de mooie, rijke verhalen willen vertellen. Echt een, wat ze in Amerikaans een narrative noemen. Had je die New York Times special gezien? Sterker nog, die heb ik gepost. Damn. Jongens, we zetten de link in op wastra.at. Kijk dat ding. Dat is het voorbeeld van een verhaal vertellen met tekst, verrijkt op de juiste momenten met fotografie, met video, met interviews, met diep achtergrondinformatie. En dat is zo mooi gemaakt. We moeten altijd even een link sturen naar hoe het gemaakt is. Ja. Want je hebt er wel een heel team voor nodig. Absoluut. Niet even zelf. Dat is wat anders dan een nieuwsberichtje plaatsen. Ja. Maar de vraag is, waar maak je het voor? Maak je het voor de nu? Is het een nieuwsartikeltje? Ja. Of wil je echt informatie gaan bieden aan je mensen? Ja. Ja. Kom jongens, jullie weten dat ik de wasstraat aan het maken ben. Hoepel maar even op. Dus dat is inderdaad een voorbeeld. En ik denk dat we daar meer van gaan zien. Ja. En zeker hoe omgegaan wordt met van, ja, video, dat is eigenlijk wel een goed middel om bijvoorbeeld de emotie van een, in dit geval, sneeuwongeluk slachtoffer, om dat eventjes in te laten zien. Wat is de reactie van iemand? En dan zie je bij wijze van spreken de tranen zie je zwellen in de ogen als ze vertelt over de situatie. En dat is precies wat nodig is, wat tekst niet kan overbrengen. En met een foto misschien zelfs ook niet. Ja. Dus echt heel erg tof. Anyway, we zijn er weer, zie ik. Nou, nog niet hoor. Een soort van? Ik moet de auto nog parkeren. Nou, die moeten nog ergens kwijt. En mijn raampje is stuk. Oh. Dus ik moet echt een hele complexe handeling verrichten. Oh. Ik moet namelijk doorrijden. Dan moet ik mijn deur open doen. Oh ja, ook nog eens. Laten we deze tijd nemen. Jongens, dus let op. Als wij twitteren, retweet die hele handel. Zorg ervoor dat de wereld het weet. En mij hoeft het niet hoor. Moet je lekker zelf weten. Nee, dat moeten ze niet zelf weten. Je hebt ongelijk. Nou, ik zou zeggen, als je denkt dat onze waarde ook voor andere mensen waardevol is, dus geef het door. Het is gratis en wij doen het voor onszelf. En het is heel erg tof dat jullie ook kijken en meedoen. Dus, even recht zetten. Ja, dit komt goed. Nou, hey, tot de volgende keer. Ja, allemaal. Tot de volgende keer. Doei. Doei. Ha ha ha.